De zoutlamp is een bijzondere lamp. Ontdek de wondere wereld van Himalaya zout in deze video. Namaste, ik ben Janine van Spieru. Ze worden steeds meer verkocht. Simpel gezegd, grove stukken zout met een lampje of kaarsje erin. Maar naast dat de zoutlamp een speciale sfeer zou kunnen creëren door natuurlijk licht, zou die ook voordelen voor de gezondheid kunnen hebben. Dus, wat is een zoutlamp precies? Wat voor functie heeft die? En zoek je nog tips? Blijf kijken. De zoutlamp en zijn herkomst. Een Himalaya zoutlamp is puur natuur. Letterlijk gezien is het een groot brok zout. Ze worden gemaakt van steenzout uit de westelijke kant van het Himalaya-gebergte. Uit de Punjab-regio in Pakistan. Doordat het natuurlijke producten zijn, kun je zoutlampen kopen in allerlei verschillende vormen, kleuren en formaten. Zo kun jij je stulpje versieren met een zoutlamp in het roze, wit of grijs. Medium blikvanger of eentje van tientallen kilo's. De werking van de zoutlamp. Als het lampje of kaarsje van de Himalaya zoutlamp aanstaat, wordt het zout van de lamp warmer dan de lucht eromheen. Het aangetrokken water condenseert op de kristallen oppervlakte van de lamp. En het licht van de lamp zorgt ervoor dat een deel van het water verdampt. Is je zoutlamp vochtig of zit er een traantje op, dan wordt als het ware gezegd dat de lamp zweemt of huilt. Het is dus niet zo dat je lamp lekt of dat hij aan het smelten is. De zoutlamp versus stof, schimmels en bacteriën. Negatieve ionen in een zoutlamp gaan zogezegd hand in hand samen. De Himalaya zoutlamp uit Pakistan zou water uit zijn omgeving onttrekken en daarmee ook stof, schimmels en bacteriën. Positieve en negatieve ionen. Positieve ionen zouden voornamelijk ontstaan door het gebruik van elektrische apparaten, negatieve ionen voornamelijk door natuurverschijnselen. In bijvoorbeeld een groene en natuurlijke omgeving is een gezonde lucht met negatieve ionen aanwezig. Doordat een Himalaya zoutlamp uit natuurlijk steenzout bestaat, zou hierdoor ook gezuiverde lucht kunnen ontstaan. Je zou dus kunnen stellen dat een Himalaya zoutlamp gezond is. Het is belangrijk dat jouw zoutlamp uit echt Himalaya zout bestaat. Hoe kun je dit checken? Simpel. Je kunt een echte Himalaya zoutlamp herkennen doordat hij een klein beetje zweet wanneer hij aanstaat en het licht ongelijkmatig en gedempt is. Het formaat van de lamp is van invloed op de werking ervan. Een grote ruimte met dus meer deeltjes in de lucht heeft ook een grotere of zwaardere lamp nodig. En meerdere kleinere lampen is natuurlijk ook goed. Zoek je nog tips voor je zoutlamp? Bij de meeste zoutlampen in onze webshop wordt een lampje meegeleverd. Wel zo zen, want dat scheelt jou weer stress in je zoektocht naar de juiste fit. Mocht je toch zelf op zoek gaan naar een passend lampje, dan zou je een E14 fitting van 15 of 25 watt kunnen proberen. Wil je nog meer tips? Bekijk dan onze video die we hierover gemaakt hebben. Klik op het kaartje of kijk even in de beschrijving van deze video. Ik ben erg benieuwd naar jouw ervaring met zoutlampen. Laat het mij weten in de reacties onder deze video. Wil jij nog meer zijn van de tips en tricks, informatie niet missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Namaste.